Oeh, wat was ze? 9,5? Dat Tuurlijk is niet. toch fucking goed? Nee, tuurlijk was het niet. Ik had 5,5 of zo, 5,5. Lijkt Maar me ik echt iemand nog die een gewoon 5,5. stopt als hij. Twee vrienden van mij op de middelbare, die moesten ook. En die denken van, nou prima, bij 6 keer stoppen we. Ja. Zei de leraar dan al, ja, je bent 4,5. Vonden ze Ja, niet bij ons leuk. werkte dat dus niet zo. Maar ik had, zeg maar, ik was doorgerend en Jordan die stopte eerder dan mij. En toen dacht ik van oké, dit doe ik nog even voor Jordan. Haal ik minimaal 5,5. 5,5 kwam. Ik had toch een steek, jongen. Ik dacht echt al, ik ga dood. Nou, Oh. dus ik stopte. En toen zei hij van ja, nee, je hebt gewoon voldoende, bla bla bla. Gaat om je inzet, niet om je trap, zeg maar. Dus, nou, daar was ik wel blij mee. Maar ik vond het niet leuk dat het zo lekker onverwacht was. Dat snap ik hem. Welkom bij het leven van de versie. Ja, maar ik wil niet de defensie in. En bedankt. Als je in principe een leuke carrière voor je hebt, dan wil je niet defensie in. Nee, dat klopt. Dus jij Nee, zegt dat jongen, defensie geen goede defensie is carrière niks voor je mis is? mee, maar Dat zeg ik ik wil niet. echt een hele Dat andere zeg ik niet. kant op. Psychologie Je kan toch? gewoon met. Ja. Maar psychologie kan je ook gebruiken voor mensen die in oorlog die mensen hebben dood zien gaan. Ja, dan kan ze met Ja, jou erover precies, voor praten. PTSD-patiënten, maar alsnog. Dan hoefde ik zelf toch niet lichamelijk dat alsnog. Goed verhaal. Ja, hou je Misschien mond, gewoon man. even een paar mensen dood en dan kom ik er gezellig bij je. Hey, Ryan, Timo, Remco, goeie avond allemaal. Ryan krijgt zeker een party invite. Oké, wordt Uiteraard een leuke geldt het ook avond. voor de mensen die ook mee willen doen. Als je mee wil doen, laat het even weten in de chat. Zijn jullie Ik van ga nu weer met bij de oude Sef? vriend Remco, van die zit Sander er al loggen. mee. Hè? Ik stond twee dingen door elkaar. Dus ik heb niks van Ik ga weer bij verstaan. de oude getrouwde naam Sander Lover. Ah, Sander Lokker, god. Ik Rai, jij bent deze party invite. heb Moet je geen downloaden op internet. PlayStation? Nee, Timo, dat hoeft zeker niet. Dat hoeft zeker niet. Het staat eigenlijk al in beeld. Alles wat je moet doen. Oh my god, ik Dus als heb ik geen even idee. voor de mensen die dus allemaal mee willen doen, adviseer ik ook vooral om de stream te checken. Want je ziet er staan: go to jackbox.tv. Oftewel, ga op je mobiel, of ga op je iPad, ga op je MacBook, op je laptop, whatever. Ga daarop naar jackbox.tv en vul daar de code in. En dan kan je al meedoen. Wat ik Dankjewel. wel. Wat. Je bent er nog niet. En Jazz ook nog niet, dus ik kan het wel Nee, moeten wacht zeggen. even. Ik moet even de live. Jazz. Ja? Ik zei gas, niet jazz. Kurwa. Gaan we nou beginnen? Nee. Kindlokken. Ik wil wel zo even. Wat zeg jij nou weer? Er staat het toch, kindlokken? Staat er in je scherm? Kinderlokker. Ja, dat ben ik. Ik had. Sander die zei Sander Lover en toen stond ik Kinderlokker en toen. Waarom? Nee, gewoon je eigen naam. Niet. Nee, dit is niet. Hey Sander, ik moet nog even, man. Oh, handig. Ja, wanneer je vader een auto gaat verkopen, dat hij zijn nieuwe al heeft gekocht. Oké, dit beter? Huh? Staat er nu wel? Zo. Hij staat dus Sir Sander. Nee, dat ben ik niet. Oh. Maar dat zijn nu kindlokker. Kinderlokker staat er nog steeds. Dan disconnect ik hem even en dan doe Dat ik hem moet hier maar wel mee. Timo zijn. Wie is Sir Sander? Laat even weten, mensen in de chat. Ik wil namelijk wel echte namen weten. Zeker voor de mensen die niet in de party zitten. Want dat is gelijk even een antwoord op jouw vraag, Timo. Kun jij mensen eruit kicken, Sander? Nee. Kut. Hij zegt: momentje, je moet nog opstarten. Nee, ik ben er niet. Kevin Veerman zegt: geef me 5 minuten. Welkom, Kev Veerman. Nou, dan is het even niet anders, dan ben ik maar kinderlokker. Ja. In ieder geval, je kan ons mailen via als je naar de site gaat. Voor de mensen die nog niet erin zitten, Sir San, ik weet niet wie dat is, maar goed, ik wil graag wel weten wie dat is. In ieder geval, het zou anders zijn als je ook in de party komt, in de PlayStation Party, want dan is het wat handiger voor het communiceren. Is geen verplichting, maar het zou wel zo handig zijn. Ik weet echt niet wie Sir Sander is. Dus, Wacht, maar ik kan hem er niet uitkicken, dus dat is een beetje jammer. Kan geen nieuwe code maken. Dat kan wel. Dan kan Jess Nieuwe ook gelijk de naam code. aanpassen, trouwens. Ja, Ja. doe maar. Doe het wel even, ja. En zo.
Mensen, doe even je echte naam. Over diegene die zus Sander was, doe gewoon je echte naam. Want ja, waarom zou je een andere naam gebruiken? Wees geen loser. Wees geen loser. Wees geen loser. WXPY. Hoe moet je het ook alweer joinen? KV, maar dat staat in de, op de stream nu. Go to jackbox.tv. Vul de code in en dan kan je al meedoen. Dus doe dat vooral. Dat is normaal, man. Hoe doe ik dit? Even goed doen. Jezus, dat is moeilijk. Kan ik niet op dat rijden? Rijden, zit jij er al in toevallig? Nee, ik ben nu aan het... Waarom heet iemand Arda? Ja! Kom nu erin. Arda Timo Ryan. Die is nou weer Arda in mijn squad. Hè? Ik vind het zelf wel. Kevin Kutje. Oh. Maar... Kevin. Wie is dan Arda? Als Kevin Drijsma is dan Kevin Kutje waarschijnlijk. Nee, maar Kevin Kutje, dat zal wel Kevin Drijsma zijn. Nou, we zitten al vol, dus... Nou ja. Nou, ik ben benieuwd wie Arda is. Starten. Rij even wachten. 11 kijkers. Leuk dat jullie allemaal zijn. Vergeet vooral geen duim achter te laten. Abonneer ook zeker op mijn kanaal als je het hebt gedaan. We gaan de quiz starten. Moet ik eerst wel de episode erbij pakken. Ja. Oké. Nou, ik weet dus niet wie Arda is. Dus ja, diegene gaan we waarschijnlijk niet zeggen. Want dat zal wel die Sir Sander van het vorige potje zijn. Maar we gaan nu starten. Straks is het wel echt Arda. Maar dat is er niet. You don't know that. Nee, go. Ik ben niet Arda. Nee, dat snap ik. Weer op je maat. Wat een dub is het spel. Mee eens, Kevin Vierman, mee eens. Wat een kutspel is dit. Ja, Malasia! Zo, wat? Ja, Kevin moet weer de aandacht op zich reizen met FIFA nieuws, dus dat is... Ja! Oh, Malasia! Oh! Ja. Maar niet uit, ik zet FIFA uit. Ik ga zover mogelijk mensen veropperen. Kritiek is hard terug. Nou, kom maar. Kom maar, kijken welke erger gaat worden. Ja, nou ja, liever al ver hebben we gaan. Je mag toch zover gaan als je wil. Words. Ja, okay. Ja, je moet iets doen met de rijmt, Kevin. Ja. Maar ik vind het toch niet leuk zo. God. Ja, ik heb ze. Wat is dit nou weer? Wie de f... Dit is sowieso Sander weer. Eva Adams, even Yusu. Zij is echt lelijk. En dan is het ook nog van, wat is mooier dan Eva Adams? Dan ben je toch ook gewoon... Nou, absoluut alles. Zij is echt lelijk. Stefan, welkom. Handtietenmaat, what the fuck. Stefan, we zitten nu vol. Echter. We zitten nu wel vol. Echter, er zit één iemand bij die heet Arda. En ik weet niet wie dat is. Dus je kan eventueel zo in de plaats komen van die Arda, want ja, ik wil al gewoon voor iedereen weten wie het is. Van 7 van de 8 naam. Hè? Gooi die Arda eruit voor Stefan. Ik kan maar door mee, ik was even eens. Ik kan die Arda er niet uitgooien, dus... Ja... Ik kan die Arda niet uitgooien. Kijk, van 7 mensen weet ik wie het zijn, behalve die Arda. Ja, ik moet wel natuurlijk zo gewoon eten. Oh. Maar je geeft geen antwoord of zo. Maar je hoort het, Stefan. Oh. Nou, ik heb het klaar. Oh, ga je dat wel altijd nog even, laat maar. FIFA of World Cup Icon, 39+. Sander gaat 1000 abonnees halen door kinderen krijgen met Ethiopische draagmoeders. Sander maakt de OnlyFans aan. Wat Ethiopische draagmoeders, wat slaat dat op? Ik doe OnlyFans. Waar slaat dan weer Ethiopische draagmoeders op? Dit is wel mijn vraag, dit is mijn vraag, hè? Nou, die Arda heeft wel een quiplash te pakken. Ik weet niet wie het is, maar... Die Arda heeft blijkbaar dus een... Lekker man, Arda. Arda Toeran. Wie is dit ook? Wie is die Arda? Maar als je een quizpress pakt met 7 stemmen, hè? Serieus. Ja, dan heb je echt 6. Wel een kutstelling. Worst. Worst is...
Koude lekker, Sander is een kontkorst. God. Jezus. Kontkorst. Dit is humor. En daar is de caples voor Jess. Nee. Ja, Jezus. Wat? Ja, als Kevin alleen maar gaat schelden, als Kevin alleen maar gaat niet met kanker schelden, niet doen. Ja, waarom moet je verzinnen dan? Je moet rijmen. Bro, wat is dat voor kut rijmen? Je bent geen kind van 8. Ik ga je echt dempen zo, hè. Ik vind je echt bloedirritant. Sander gaat op wereldreis. Waar gaat hij heen? Alle minderjarigen, de voortaan van orde. De voortaan van orde. Ik kies die andere, hoor. Nou ja, zo. Ja. Dus ik zou liever naar alle ik ben de enige stem voor Tristan. Ja, maar Tristan heeft ook gewoon geen humor. Nou, moet je maar kijken welke grap volgende zo meteen komt. Dat, ja, ik zeg zo. Ik ben nou heel benieuwd, hoor. Is Sander een top G? Ja, Jezus. Absoluut niet. Ja, echt, we moeten niet dit soort woorden eten gaan gebruiken. We moeten een beetje normaal doen. Ja, serieus. Dus zeg maar, nu is het erg, maar later op de avond verwatert dat en gaat iedereen met kanker schelden. Dus het is of nu of later. 3-3 tussen mij en Ryan. On to the next one. Wie is de bank voor fysiek contract? Jos Brecht. Arda met Sander. Ja, die tweede klopt, maar die eerste. Ja, ja, dat is allemaal heel goed. Nou, trouwens, nee, niet. Want Sander is een minderjarig. Nee, ik ga voor de tweede, maar dan met Sander. Vooruit. Dat feitelijk juist is. Nee. Oeh. 5-1 voor Tristan. Oei. Boom. Wie is dan niet in Arda? Nou. Arda is terug, man, Sander. Volgende. De moeder van houdt. De moeder van Sander houdt van Sander, oké. Okay. De moeder van Sander houdt van eten. Nee, allebei klopt, maar. Ik doe al de tweede dan. Maar dit zijn toch niet vrouwen waarom je kan lachen? Hoppa, geen fles voor Timo. De moeder van Sander houdt van. En ik veel. Ik vond die andere van die we de vorige keer mee lachen, omdat je mensen kon vuren, maar dit is... Ja, maar je kan nu toch ook mensen vuren? Ik moet helaas een quick ding verlaten, want ik ga eten. Ik ben later weer Oké. Is goed. Wat is mooier dan Eva Adams? Jessica Costa. Nee, dat kan echt niet. Ik ben eruit. Dat kan ook. Ik vind dit niet eens leuk. Sander! Was te makkelijk. Sander, ik heb hem wel lekkerder dan Oh, ik zit er weer in. Kijk, Volgende. Noem iets wat zwaarder is dan Yuri. De ballen van Max Hond. Zijn ziel. De ballen van Max Hond. Kom op. Waarom zijn ziel? Wat is er nou weer met zijn ziel dan? Ja, laat maar. U snapt hem weer niet. Je bent zwart. Nee, ik heb er 3 in verloren, dus... Maar hond heeft geen ballen meer, dus dat is best gek. Nou in. Daar gaat het nieuw. Ik ben eruit gekikt, zegt Timo. Oh. Dat is vreemd. Nou, maar dat heeft Kevin net ook. Ja, je kan reconnecten. Zo, goed. Moet je reconnecten, Timo? Zo, ik zag gewoon één laatste. Hoppa. 102 mensen. Ik ben er niet uitgekikt. Maar ik ben er ook uitgekikt. Maar ik ben er ook weer in. Oké. Top. Sander, je moet het volgen. Dan moet je even met een korreltje zout nemen, wat ik zei. Ja, hetzelfde. Okay. Pand. Wat is dit? Je moet een woord doen wat erop rijmt, zeg maar. Ja, dat snap ik even niet. Fuck, rijmt erop pand? Kant, van kant. Blokland. Niet in Andrew Tate. Nou, Sander, ik heb ook een vraag. Die moet je ook even met een korreltje zout even nemen. Ko-
even één ding. Komen er nog meer woorden dat je moet gaan rijmen of zo? Ja, volgens mij heeft Sander er heel veel in getiefd. Ja. Dat is toch niet leuk? Hij moet hier bij mij zijn. Sander? Wat is er? Waarom doe je woorden dat je moet gaan rijmen? Er zitten een paar van in, ja. Nee, het wordt twee krijgt, ach. Ja, ik doe gewoon een origineel antwoord. Het antwoord hierop is gewoon te makkelijk. Dus ik doe gewoon een origineel antwoord, wat mensen niet verwachten. Ik weet al wat hierop wordt geantwoord, dus ik doe gewoon even origineel. Ik heb niet eens tijd, wat is dit? Jongen. Ik ben weer te laat met reconnecten. Nou. Waar kan Sander echt niet tegen? Seks wat maagd? Het woord... Kanker, hypocriet. Ja, die ene moet je een beetje met de korte zijn, want die was voor mij. Maar ik doe de tweede van hypocriet. Ja, die was voor mij. Dat inderdaad wel, ja. Ah, niet helemaal waar, maar... Ik schat er niet graag mee, maar goed. Vooruit dan maar. Ja, maar zo vloekt het er wel even uit. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, okay, frustratie heet dat. Niet, op andere mensen gaan shit, omdat zij het ook doen. Puntje, houdt ervan om elke ochtend nou. Sander Jazz te verkrachten. Sander gefrituurde Vietnamese baby's. Oké. Okay. Bijzonder, ben ik dan wel de eerste. Nou, Sander. Nou, ik weet niet wie die Arda is, maar dat is echt wel een vreselijke... Vreselijke zware humor, what the fuck. Godverdomme. Nou, wie is Arda? Ja, ik heb echt geen idee. Volgende. Oh. Ik zit aan mijn scherm te kijken, maar er is helemaal niet op geantwoord, dus... Tristan! Ik heb nu eens de vraag en antwoord eens gezien. Ik sta naar mijn laptop te kijken. Tristan, ik zweer het je. Wat zegt Ryan als hij doodgaat? Sander revive me. Oh, wacht. Ja. Ja. We weten allemaal wel welke hier realistischer is. Denk ik. Tristan, zomaar. Waarom zeg je een 3? Nou, ik weet niet of ik daar heel veel over heb gehad om een 3. Waarschijnlijk was het leger de laatste kans om een fatsoenlijke baan te krijgen waar ik betaald zou krijgen. Tussen, moet ik gewoon even een wapen ophalen en je gewoon 15 kogels door je hoofd heen karsen? Zo. Pand. Sander, plaat jezelf vakant. Mezelf vakant. Dat rijmt. Dat laatste rijmt niet, dus het is de eerste. Die nee, rijmt. Het is toch gewoon een kutvraag? Nou, doe dan niet mee. Als je alles kut vindt, jongen. Je kon zelf invloed uitoefenen. Ja, maar ik weet toch niet dat jij zulke vragen gaat maken? Joh, die staan er toch bij? Je hebt het zelf meegemaakt. Dat kan ik toch niet zien? Nou, dan moet je eens vragen. Kevin Veerman heeft ook weer plezier te pakken. We're cooking. Kut. Als Kevin tegen Sander gevechten, wie zou er winnen? Kevin wat Sander moest reloaden. Tristan. Jezus. Wie wil reloaden? Ik wel leuk. Sander moest reloaden, ja. Sowieso winnen. Reloaden uit de game halen, mensen. Reloaden uit de game. Die andere Tristan, wat een tolle. Tom had ze eigenlijk. Arda heeft de 3-2. Dat had Jess ook voor vrouw. Zie je, Tristan die snapt mij. Tristan zou winnen in een gevecht. Maar nee, helemaal is niet. Is er ook ergens pauze? Ik pis in mijn broek. Lekker bezig, Kevin Veerman. Oh, we hebben weer. Oh, ik heb gewonnen. Mooi. Blijkbaar heeft Tristan niet geantwoord. Nee, ik was vandaag weer opnieuw in aanmelden. Ik dacht, iemand zal wel zeggen Sander en Jazz, maar Tristan heeft dus niet geantwoord, dus vandaar. Oh, nu heeft Ryan niet geantwoord. Eerste kill ooit. Maar ik heb de vraag niet meer gezien, dus ik ben al te laat. Wat zeg je tegen Tristan als... Oh, eerste kill ooit, aha. Ik snap het niet echt streams. Ja, wie is jij nou nog wel aan dat ding, joh? Van wie is Arda? Die Arda moet eruit, maar ik kan niet mensen kicken, dat is zo irritant. Ik kan niet mensen kicken. Kut, ik ben derde, dat vind ik niet grappig. Maar je hebt nog de laatste ronde, hè? Is dat alweer? De laatste ronde is natuurlijk bepaald door het spel. We hebben hier Word Lash, wat moet eraan spelen. Dus dat betekent... Come up with a clever... Oh, je moet een belediging verzinnen met het woord fork erin. God. Ja.
Hoppatee. Ja, oké. Oké. Ron, oh, Ron Jans gaat zijn contract niet verlengen, oké. Zo, dat is niet niks. Ja, eigenlijk heb ik vork met een V geschreven in plaats van een F. Ik weet niet wat het werk is. Nee, dat is prima. Maar dan, ja, weet je, als je het echte woord niet gebruikt, zal het waarschijnlijk minder punten gaan opleveren natuurlijk. Maar ja, dat is aan de mensen om te bepalen. Nou, ik denk alleen dat het voor jou geldt, Sander. Iedereen gaat leuk, maar als er bij jou een klein spelfoutje in zit, dan stem je er al niet op. Dat klopt, ja. Dit lucht op. Oh jee, ik ken weer man. Ben benieuwd. Met zijn broek gezeken. Oei. Wees snel met antwoorden, maar je moet goud, zilver en brons geven. Oké, vork. Ik moet pissen. Zo. Ork, ork, ork. Ik steek je moeder met een vork. Vork, vork, vork. Sander is een... dork. Steek een vork in je reet. Ork, ork. Ik pak Sander zijn moeder met een... vork, vork, vork. Sander... Die jazz. Jezus. Nou, ik vond die wel dork. Vond ik het leukste. Die keer goud. Vond ik wel leuk. Zilver. Toch wel ork, ork, ork. Die geef ik aan ork, ork. Ik pak Sander zijn moeder met een. Die zilver en brons geef ik aan. Die met jazz. Ja, wat doe je allemaal Wauw. Dit is... Zelfs al gaan vragen niet eens op mij, gaan ze toch nog, dan gaan die antwoorden toch nog wel op mij. Ja, dat klopt. Maar dat is ook makkelijk neer te leggen. Niemand stemt voor mij. Oh, wel goud. Ja, goud. Ah. Ik heb wel goud, heb je hem. Ik heb alleen brons. Ik heb natuurlijk een grappig. En dan van Arda de hoogste score. Wie is die Arda, jongen? Ja, schrikkelijk. Moet even iets gaan verzinnen voor zo. En de winnaar. Iedereen ziet het iedereen zit later dan mij, maar de winnaar is... Arda. Godverdomme. Ik weet niet wie dat is. Kan ik die mensen... Stefan. Nee, was te laat. Nee, dat zal niet Stefan zijn geweest, nee. Maar goed, wie is die Arda? Want ja... ja, ik ga sowieso met nieuwe players doen, want ja, dit schiet natuurlijk niet op. Ja, dat is goed toch? Oké, even... Arda, doe even je echte naam. Mensen, nogmaals even een les. Doe je echte naam. Kom niet met namen als Arda waar ik dan niks mee kan. Noem je echte naam en voor het geval... Het is niet Arda. Voor het geval ik je naam niet ken, laat je even voor in de chat en zeg wie je bent. Dus doe alsjeblieft je echte naam. En het geldt ook, ja, hoe sneller je nu bent met het invoeren van de code. Die komt als een nieuwe code aan. Doe even nieuwe players alvast, dat iedereen in ieder geval uit wordt gekikt. Hoe sneller je bent met de code invoeren en je naam intikken, hoe eerder je ook kan meedoen. Want voor je het weet je natuurlijk alweer vol met 8 mensen max. De code staat in beeld, dat is VBNB. Ja, boem. Oké, Steven zit erin. Ik zit er ook in hoor. Fenerbahce, is die Arda natuurlijk weer. Al deze mensen. En kijk, dus hebben we Stefan, die zal ik even uitnodigen voor de party. Die zit erbij. Stefan. We hebben Tristan, we hebben Timo bij de Kevins en we hebben dus iemand genaamd Fenerbahce. Wilt diegene zich over vertellen wie het is? Wie is dit? Fenerbahce, ja, wie is dit? Dat is die net Arda was. Ja, maar... Wat kan ik allemaal kijken? Ja, maar kijk. Ja, maar ik zie wel wie in de chat zijn, maar... Dan maar zou het... Je moet niks te zeggen hebben. Nee, maar ik kan niet zien welke 10 kijkers er nu aanwezig zijn. Dat kan ik niet zien. Nou, oké, in de chat hebben we Stefan, Timo, Kevin. Alleen Remco blijft erover, maar Remco is dat niet. Want Remco zegt niet Vietnamese kinderen en zo. Dat zegt hij niet. Dus, misschien toch Ryan. Stiekem. Nee, joh. Ja, nee. Nou, het was ook iemand die heel goed kon spellen. Zijn dat iemand van midden van hoge leeftijd is, denk ik. Fendi, dat is die logo. Ik had ook prima typen, wat doe je nou moeilijk? Hallo. Ja. Hallo. Nou, laten we gewoon maar gaan beginnen. Want ik kan die Fenerbahce niet kicken en die komt er ook een keer terug. Geen idee wie het is. Kan je dan niet je scherm bijvoorbeeld wegdoen of dat je een andere scherm ingaat en dan heel snel die code of zo... ergens anders erop. Joh, we hebben toch niet per se last van hem, als we niet weten wie die is. Ja, daar hebben we geen last van, nee.
Maar... Hij maakt het alleen maar minder leuk voor zichzelf. Ik heb wel last van jou, Jess. Oké, Kevin. Nee. Mocht je uit de quiz worden gekikt, klik gewoon op Reconnect als je er weer in kan komen. Oké, Fortnite. Wie kan er aanvallen? Welcome to Quiplash. Ja, dankjewel. Schmidi Schmidt. Ja, dit zijn de tegenstanders. Ja. Ronde 1. Let's go. Mensen, vergeet even niet te liken en te abonneren. En kijk gezegd toe, want daar gaan we. We mogen onze antwoorden gaan invoeren. Waarom krijg ik een vraag over mijn eigen? Ja! Jezus, hallo. Oh. Nou, zit nou gewoon vol? Mm-hmm. Het zit vol door iemand die wij niet kennen namelijk, ja. Maar die kan ik dus niet kicken. Ah, ik moet echt... Ah, geen smerige antwoorden. Ik wil wel antwoorden, Sam. Dat maakt het leuk. Hallo. Is er al iets leuks over mij gezegd? Nee. Ah, niet per se, nee. Een vraag of zo, of iets. Ik had wel een leuk antwoord over jou, Ryan, maar ja, toen was ik weer te laat met typen. Dat kon ik helaas niet doen. Oh, oké. Leuk. Maar het was niet gemeen. Ik heb een hele erge sorry alvast. Ik heb oprecht diepe spijt. Sorry, Kevin. Oeh. Oké. Ik heb er al gevuurd worden. Ah, als we het dan gelijk sorry Sander voor vragen, die dadelijk komt. Ah, ik ben ook niet al. Weet wat je zegt. Weet wat je zegt. Top die van in de party, gek. Ja, ja. Uiteraard. Komt de eerste. Het is bizar. Het is een droom. Sanda houdt van. Dat is gek. Elke dag. Steve houdt van overwerken, ja. Yes, kom aan. 4-2, huppatee. Lekker zeg. Ik heb het dat ik jullie niet hoef te kijken. Hij is ook zo erg. Nou, ik toch gelijk. Sanda, die vindt zijn eigen opmerking, die ziet dan op een leukere manier op. Dat is gewoon het trieste ervan. Voor mij las ik niet eens op. Wie is de alfa, wie de beta? Alfa, reloaden. Beta, Sander. Vergeleken met Sander is iedereen alfa. Dat kan. Tweede. Ik doe het niet van reloaden. Ook wel leuk. Beta. Waarom heeft iemand mij de alfa genoemd? Ik voel me beledigd. Oh nee, ik ben Sigma. Ik snap echt heel de vraag niet. Oeh, Stefan, de 4-2. Gewonnen. Ten opzichte van Timo. Perfecte vraag, Jess. Wat? Zo moeilijk was die vraag toch niet? Ik snap echt niet... Next. Op welke datum zal Sander gaan neuken? Niet 30 februari. Deze heeft humor. Heel goed. 30 februari heb jij toch die feest? Dat is weer die feest. Weer, wie is dat? Die heeft echt een goede humor. Wat hoort die reetje met de woest? Het geen Quiplash. Het is 100% iemand van jouw leeftijd. Waarschijnlijk is het Torsten of Luc of zo. Waarschijnlijk. Ja, dat dacht ik net ook al oprecht, man. Dat ze gewoon echt humor hebben. Hoe kan Kevin kanker krijgen? Niet top G krijgen, geen kanker. Door zijn vriend op werk te vragen. Oh, no! Ik snap mijn naam vast. Nee. Dit kan echt niet. Nee. Kevin heeft deze vraag zelf bedacht. Kevin Dreisma heeft de Quiplash. Nee. Dit kan ik echt zien voor Kevin. Ik ken oprecht dit verhaal, wacht niet. Oh, nee, Kevin, ik heb er niet te heel haast. Oh nee, dit kan niet. Dit is echt ver. Fuck Mary kill Jess bij de Sander. Fuck mijne, Mary mijne kill myself. Mary Sander kill Jess. Fuck mijne. Ik doe wel die tweede. Ja, nee, ik ben echt leuk. Hé, maar Sander, kan jij dan niet gewoon naar iedereen sturen wat de code is? En dat jij naar Jess doet, de Jess doet dan naar mijne en zo door? Dat we het. Dat die hele code niet ziet.
Maar er zijn ook mensen, zoals Timo en Kevin Drijsman die uit de chat natuurlijk alleen de code kunnen weten. Tweede is sowieso weer van Arda, dat zie je gewoon niet wel. Wat zou Sander doen als hij een feest is? Media. Hey, roodse Zuid-Congolese. Dit is echt een van jouw vrienden, Steven, 100%. Ik denk echt dat Tofse dit is, want hij is ook Vietnamese. Hij heeft ook die Vietnamese vriend. Maar Tofse kent heel die Arda geen eens, dus dat geloof ik ook weer eigenlijk niet. Hij heeft nog gewonnen van mij ook. Waarom zou jij minder... Maar ik vind dat echt leuk voor Kevin. Die man zit waarschijnlijk niet te huilen. Ik vind het echt leuk. Zou die echt aan het huilen zijn, want hij heeft zelf die vraag bedacht. Hij heeft zelf de vraag bedacht, dus hij kon het weten. Ja, maar door te vragen van zijn vriend... Als... Ja, als Sander geen bodybuilder was geworden, was hij heterouwe kinderlokken gegooid voor kleine kinderen. Vriend op werk die kaka heeft. Ja, dat ja. Oeh, dat weet ik niet. Pijnlijk. Hij heeft waarschijnlijk een keer gemist toen ik zat over te werken. Ja, het is wel... Waarschijnlijk wel, ja. Maar het is wel een vrij gewaagd grapje. Klopt. Heel gewaagd, ik vind ja. wel dat als hij zo meteen erover begint, dan snap ik het wel, maar het is wel zijn eigen vraag. Ja, het is zijn eigen vraag, hoor. Dan zeg je toch niet aan het als een vriend te vragen dat soort op dingen het werk, kun je bedenken. We zijn, Wie wordt er als eerste verkracht? Sander en Barso door elke enemy boven de quadriek AD. Jess door haar kutje, jezus. Nee, door de eerste wel. Ja, leuk Stefan. Leuk. It's funny because it's true. Helaas wel, ja. Oei, Sander. Oei. Sander is ook heel goed. Je zegt dat iemand ook door Jess door haar kutje. Ja, hoe kan ik... Ja, oké. Dan heb jij een... Ja, Kevin, maar dat snap ik. Dat je zegt spijt van heb je. Ja, dat snap ik. Stefan in ieder geval bovenaan naar ronde 1. Heel goed. No surprise. Ronde 2. Zo. Nee, maar die opmerking... Oh, deze hebben we gehad. Dit is echt wel erg. Die opmerking van, ik weet niet wie het was. Was van Kevin, vast van de andere Kevin was het. Oh, maar nu weet maar ik het niet... Maar ik zeg niet dat ik hem niet grappig vind. Maar ik vind hem wel erg. Maar hij zit ook nu de stream te kijken. Maar nu gaat die volgende ronde meedoen en dan gaat iedereen gevuurd worden. Waarschijnlijk wel, ja. Nee. Het is dat ik te weinig abonnees heb om gecanceld te kunnen worden, maar... Het is, nou ja, wie zegt dat? Ja. Ja. Hij is echt een ervaren man. Er zwarte A gestuurd of zo. Ja, maar dan zal het dan echt zo al maar zo... Maar kan jij mij al zo even de code doorsturen, zodat ik er dan sowieso in zit? Ja, dat kan. En even je PlayStation-scherm. Want anders... Ja, maar dan, trouwens... ik kan pas de code zien als ik hem opstart. Dus ik kan hem wel gelijk gewoon tegen jullie zeggen. Ja, dan kunnen jullie er gelijk allemaal in. Dan zijn jullie altijd sneller dan de mensen die de stream kijken. Als ik het gewoon apart zeg. Ja, dat kan. Komt ie, de eerste. Wie heeft W-Riz? In ieder geval niet Sander. Stefan bij zijn Tindermes die voor Ajax is. Ja, dit is een vriend van Stefan. Dit is Torsten. 100%. Dit is Torsten waarschijnlijk. Dit is 100% Torsten of zo. Nee, dit alles is gewoon van mezelf, Sander. Ja. Ah ja, zelf van jou. Nou, we hebben... Kevin. Is Kevin er? Ja. Hij is de Bart gezoontje. Volgende. Althans, ik zie hem al op PlayStation-scherm, maar ik zal hem nog niet voorlezen. Hij had wel gelijk. Putsch, kan niet slapen. Sander kan niet slapen zonder seks. Dan slaap ik dus nooit. Als ik niet kan slapen zonder seks, dan slaap ik nooit. Maar... Sander. Jij hebt slapeloze nachten dus. Ik heb slapeloze nachten, ja. Ik kan zonder slaap leven inmiddels. Kun jij niet zonder mijn familie, Sander? Nee. Ah, ja, zo mooi familie. Zo aardige ouders. Ja. Oprecht. Yes, hij heeft zichzelf voorgesteld. Ik heb al toestemming gevraagd. Wie kan niet leven zonder seks? Sander zijn leven is toch al vrij dood. Sander zijn moeder. Nou ja. Goeie vraag eigenlijk. Ja, Sander's moeder. Ik doe wel de tweede, Sander's moeder. Even zonder seks. We go way back. Dat toch wel Sander's moeder. Nee, Sander. Sander kan niet leven zonder seks, want als zijn ouders niet hebben seks, zijn niet geleefd. Dat klopt. Dat klopt. Ik heb het al Uris, ik weet dat. Volgende. Wat is Chris zijn plan B als hij niet mee mag doen met Warzone? Gelijk weggaan. Janken in de chat. No. Ja.
De tweede vind ik grappiger, dus doe de tweede. Maar we hebben net al gezegd, stoppen met KK alsjeblieft. Ja, ja, dan zelf ook over, een keer. Over drie minuten mag het YouTuber. Oh, dan is het die vele badje guy weer. Oftewel, Torsten of Luc waarschijnlijk. Nah, ja, maar... Trouwens, Luc was al lang gestopt, Dave. Waarschijnlijk zal het torstiger zijn. Die vind ik ook niet speciaal dit antwoord aan geven. Ik vond hem net wel een paar goede antwoorden. Daar zit wel wat in. Waarom gaat Sal nu naar Alkmaar? Omdat Arnie is geld, omdat hij daar ook geen seks kan krijgen. Nou, moet jij eens opletten, degene die dat heeft geantwoord. Moet jij eens opletten. Oh. Ik doe de eerste. Dat doe je allemaal met Mark District of zo, want bij mij kom je niet meer, hoor. Sander, kan je... Ik wel toch. Nou. Sander, kan je een nieuwe diss-track maken? Wij willen echt een nieuwe diss-track. Er komt geen diss-track. Die van Mark van den Berg. Wie heeft er geen interesse in meisjes? Stefan, maar weer met leukste in de match. Ik vind die van Evelien toch leuker. Ja. Dankjewel, Tristan. Hoppa, 4-2. Ah, ja, top, ik voel hem ook niet zo, Timo. Ik zag wel een cupfles aankomen. Timo, heerlijk zeg. Slechte rondes van mij. Kan gebeuren, Timo. Iedereen heeft een slechte dag. Kan gebeuren. Volgende. Wat wordt Sander's nieuwe warstatiek? Is reloaden dan pas kijken? Winnen, ja. Ja, die van reloaden blijft leuk. Moet ik wel toegeven, die blijft leuk. Sander, dankjewel. Dat vind ik echt lief. Dat is reloaden dan pas kijken, ja, ja. Ik heb een nieuwe middenvelder, Sander. En dan zegt Kevin winnen. Dan. Ligt ook aan jou, Kevin. Oké, Sander, is goed. Ja, wat voor mij heeft het Kevin aan? Zesjarige Sander's moeder. Sander's moeder, no. Kevin. Ik doe wel aan mijn moeder. Hey, Frederik. Jij bent het, hè? Ja, nu heb ik je. Ja, Frederik. Weinig mensen hebben antwoord gegeven. Maar wel 3-1 voor Kevin Veerman. Hey, Frederik, welkom. Ik stem op alles met Sander's moeder. Heerlijk. Lekker, Timo. Ja, op jou kan ik bouwen. En bovenaan staat nipt, maar echt nipt, Kevin Veerman. Staat iets van 80 punten boven mij. Zo, die zou ik niet pikken, hoor. En nu komt de laatste ronde. Ja, dan is het natuurlijk met goud, zilver en brons. Dan kan het echt alle kanten op gaan. Dat weet je. Oh, we moeten een comic gaan invullen waarschijnlijk. Ik zie comic lash dan. Ja, kijk maar even naar de stream, dan zien jullie de comic. En dat is... Wat is een colonoscopie? Wat is dat? Dat is toch dat hij in je anus gaat graaien? Onderzoek van een dikke darm. Is het. Oké. Okay. Is there a cheaper way to do this colonoscopie? Ik wou een langer antwoord doen, dus ik heb er maar twee dingen achter gezet, twee smiley faces. Maar Ryan, wie is je nieuwe middenvelder? Vertel even. Touram. Touram? Ja, die Future Star. Oh, dat heb ik hem niet gezien, Bella Jordan Lusu gedaan. Twee keer Sander zijn moeder, dit punt komen binnen. Dit moet een dub worden. Nou, we gaan het zien, Kevin Veerman. Laat mij eens zien. Ik kan nog even niet naar de PlayStation uiteraard, want anders zie ik de antwoord vroeg. Complete comic. Geile cavia loslaten Janus. Sander zijn moeder. Zelf maar plegen, dan heb je geen last meer. If you mij hoofd geven. Als je Jesse dan wel. Mensen die maagd zijn, krijgen korting. Ik zou mijn student Sander kunnen... Ja, als in, je hebt toch altijd van die dokters, leerlingen die dan meekijken. Ah, dan, ik denk, ja. Is er nou een docent die meedoet, maar een epilepsieaanval krijg je op stream. Aha, leuk. Goud gegeven. Ga je de kaviaar? Oh, moet heel snel zijn. Kut, ik ben te laat. Ik heb alleen goud gegeven. Ja. Ik heb goud gegeven aan... aan welke? Aan die van Fenerbahçe. Oeh, ik heb aardig wat goud. Mooi zo. Kom op. Die Fenerbahçe heeft er goed gescoord. Fuck. Ja, wie is dat nou? Oeh, ik heb evenveel punten als Fenerbahçe. Stefan weet hiervan.
Ik weet er niet van, anders had ik het ook nog wel gezegd. Het is ook niet... Ik dacht eerst dat het Luke of Tots was, maar nu ging ik toch een klein beetje te twijfelen. Ik ben denk ik eerst geworden, toch? Ja, yes, yes, come on. Lekker, lekker, lekker. Kom op. Ja, ik ben ook echt heerlijk. Zevende water dit weer. Wat een humor, lieve mensen. Wat een kut humor. Ik zeg nog een ronde. Awesome. Ik ook. Ik wil meedoen. Kijk wat er gelijk weer in het scherm staat. Zet gewoon, laat gewoon in het scherm staan. Sorry, maar... Waar kan je snel zijn dan? Invite, Sander, invite me, Sander. Maar Kevin zit er wat nu is... wel in, maar hij is gemute. Dus ik weet niet of hij nu weer het excuus gaat gebruiken dat hij aan het bellen is, maar... Geen idee bij hem. Dat is niet eens lullig bedoeld, maar... Nee, Kevin. Jo, duurt ook even. Maar het is een andere... Dat is mijn bedoeling. Dit is echt niet leuk. Nou, hij is er weer. Waarom mooi. Was jij zo lang weg? Ja, hetzelfde, ik heb zelf de vraag gemaakt, dus... Ja, klopt, maar dit... Ik kon me verwachten. Niet... Ik zeg één ding. Ik doe één potje mee en dan demp ik mij even, omdat ik nu ga zorgen dat iedereen misschien gepest gaat worden, maar dat is... Oké. Je zou de code zeg maar opnoemen en dan zodat wij... Ja. Ja, maar ik heb nog niks. Ik heb nog niks gedaan. Kijk, je kan nu voor same players kijken of voor new players. Moet ik dan new players doen dan? En dan, als je meteen zit, dan kan je meteen vertellen, want dan kunnen wij erin. Oké. Prima. Nieuwe players, worden jullie nu gedisconnect? Nee, Timo, dat is er niet helaas, sorry. Verwachten, even wachten. YOSU. Joosu. Wat ging zeker niet snel? YOSU. Nou. We hebben 3 Kevins erin zitten. God. Ah. Ik denk dat Kevin verschillende accounts vragen maakt van iedereen in het hele... Waarom geef je mij de schuld? We hebben nee, nu... Ik net zei dat je iedereen gaat uitschelden, waardoor je waarschijnlijk gepest gaat worden. Waarom geef je maar gelijk mij de schuld, man? Even Yousu. Maar er zitten er 3 Kevins in, dit schiet ook niet op. Dit is echt hoerig, maar goed. Want nu kan Vol Timo niet meedoen. Ik vind ja, daarom. Ja. Ik vind het echt nerd. Kevin, heb jij de 2 gemaakt, ja of nee? Wat alsjeblieft, waarom denk je dat ik dit ben? Geef antwoord. Ik ben het niet! Kevin Veerman, heb jij 2 accounts aangemaakt met dezelfde naam? Oh mijn god. Ik weet het gewoon die zit er nu dan niet in? Timo. Janko lacht. Kevin Veerman zegt, ik ben Kevin. Kutje. Ja. Ik heb er 1, zegt hij. Ja, wie is dan de lolbroek? Ja, dat is Janko, die lacht opeens. Janko, die lacht opeens, hè? Dus ik vind Janko overdag. Wat moet je niet eens koppen met mensen verdacht lopen maken, gewoon zelf gewoon even op je eigen letten. Zo. Kevin, hou je bek even een keer, jongen. God, Jezus Christus. Oh. Of zeg. Ik voel hier een kettingreactie. Ik voel hier een elektrische schok terugkomen. Nou, ik ga hem maar gewoon starten, want die dat andere Kevin-account wil niet weggaan, dus ik zou het maar gewoon. Wat is het leuk hier. Gaan we. Het zou mijn ronde worden, we weten het, Timo. We hadden ook echt heel veel vertrouwen in. Timo, hou een ronde vol. Hopelijk kan je hierna weer, aansluiten. Nee, dat zegt ze allemaal, Kevin. Remco. Kevin. Ja. Is gemute. Oh, ik heb Toeram gedaan, man. Goed. Ja, waar alsjeblieft, zo dat. Wie lijkt heel erg op Eva en hem? Verder weer. Geen vragen voorlezen. Geen vragen voorlezen. Waarom wordt Kevin altijd gepest? Oh kut, ik mocht niet meer voorlezen. Shit. Niet doen, nee. Weet ik veel. Wow, weet ik veel. Het is dit voor moeilijke vraag, zeg. Nee, Morali doet niet doek, die doek. Nee. Ik denk dat ik en Sanne dezelfde vraag hebben. Ik doe een andere. Nee, ik ben voor de eerste vraag bezig, dus waarschijnlijk niet. Maar, ik doe wel een andere. Zo, wel. Dat is een lange. Ik hou mij even in. Best knap.
Nou, ik vind mezelf er echt niet grappig deze ronde. Dus ja. Ik ook niet. Ik ben er zeker lastig. Zo. Vervelend tegen hoe heet die Tristan, joh? Grapje, Tristan. Lach. Dat vind ik daar, daar gaan we. Waarom wordt Kevin altijd gepest? Omdat Kevin een klein piebootje heeft, hij wordt gemute door Sander na een seksopmerking. Ja, dat is toch wel de leukste, nou, denk ik. Ja. Nee, dat ja. Ik doe een klein piebootje. Jij bent echt nog niet gevuurd deze vraag. Maar dat ik oprecht bang ben voor jou op dit moment. Ryan met de 4-2 overwinning. Stel Sander, ik zusje bro, wat op die ik was die andere niet eens, wat maakt het uit, of mij niet een zusje hoor, ik was die andere niet eens. Goed zo. Door naar de volgende. Goed zo. Dit gebeurt er altijd, maar zegt niemand wat van. Sander die zijn bijleskinderen aanraakt, Sander gaat dood tijdens het reloaden. Ik vind ze altijd niet leuk, dus ik ga niet stemmen. Ik doe wel de bijleskinderen dan, ja, doe dat wel. Het zal wel Stefan zijn, denk ik, die dat heeft gedaan. Helaas. Oh nee, Stefan is de andere. Ah. Ik stem altijd als ik het niet leuk vind. Kevin Veerman. Bezig. Ja, tuurlijk. Ja, Timo, klopt. Je kan wel stemmen inderdaad. Als je in de audience zit, kan je wel stemmen, ja. Maar niet meedoen, dat klopt. Dat klopt. Gaan we door naar de volgende. Wie lijkt heel erg op even... Op twee keer jazz. Ik moet op een schala, what the fuck. Nou. Verkracht Jess Sander. Dat is niet heel best. Ja, dit is echt een hele kloppende zin. Die eerste is niet best, nee. Dat klopt niet. Matig. Hoppa, 5-1 voor mij, heerlijk. Waarom kijk ik op Eva Adams op het gala, Sander? Lekker voor je, Sander. Ben ik degene ik moest die iets verzinnen. Les tegenhoudt. Oh. Ja, komt niet om de naam. Hou jij mij maar voor. Thanks, Ryan. Je doet een goede daad verrichten voor de mensheid. Ik zei niet eens wat. Jess zonder is hetzelfde als. Jess zonder autisme is hetzelfde als Sander met seks. Jess zonder Evelien is hetzelfde. Oh. Die klopt niet, die laatste. Nou, de eerste nee, dan niet. Dit is niks leuks. Dit is echt een kutvraag. Die tweede klopt gewoon niet. Dit is die... Maar waarom hebben mensen zulke slechte humor? Triste, jongen. Jij begrijpt de vraag niet. Nee. Je moet de puntjes invullen. Je moet de puntjes invullen. Ah, maar ik vond het wel geen leuke... Ik kon geen leuk ander verzinnen. En ik vond het geen hele topvraag. Dat wilde ik gisteren vorige keer namelijk ook al. Oh. Ryan heeft een collectie van islamitische voorhuiden. Waar zo... Waarom What? Islamitische voorhuiden? Wat? Oh my God. Islamitische voorruiden. Oh wat is dat voor ja, antwoord? Ik ga maar zoiets. Als dit Kevin 2 is, dan weten we altijd gewoon die Arda weer is. Ja, die Kevin 2 is ja, inderdaad die Arda Kevin weer, ja. Arda. Ben jij dat gewoon Stefan of zo met een tweede account? Helaas niet. Want anders deed hij eerder mee dan ik meedeed. Dat zou wel omgekeerde wereld zijn. Jezus. Maar hij heeft wel leuke antwoorden. Hij heeft gewoon humor, ja. Ik zie ook niet, ik denk ook niet dat het Kevin of, ik bedoel Sander of Jezus, ik denk ook niet dat het Luc of Tom. Sander verstopt zijn vader zaad. Godverdomme zeg. Vader zaad. Die is echt leuk. Jij vindt zo'n die is echt leuk. Dat is de eerste leuke tot nu toe. Ik heb niet gestemd, kut, sorry, ik was te flimmer. Nee! Twee verloren, jammer. Sander, oh mijn god, jij gaat kijk, ik denk dat Maxime of Sam, eerlijk gezegd, Kevin 2 is. Oh ja, Maxime zou goed kunnen, ja. Maxime zou nou goed kunnen. Dat zou inderdaad een hele goede zijn. Als Sander een dier zou zijn, zou hij zijn een vastgoedhandelaar met poepseks, een klein ratje zijn in de riool, bah. Oké, ze zijn allebei niet grappig. Die eerste klopt gewoon niet en die tweede is gewoon niet grappig. Dat is echt slecht, maar dat vast goed al te laten zien. Ik doe de eerste wel, ja. Ik doe de eerste wel. Ja, je moeder. En dan nog heeft Jess gewonnen. Dan nog heeft Jess gewonnen. Oh nee, gelijkspel. Gelijkspel, laat maar. Want Timo is... Timo zit in het audience, dus Timo heeft ook meegestemd. Dus, 3-3. What the fuck? Waarom zou Sam opgepakt worden? Zijn KD is lager dan wettelijk toegestaan. Waarschijnlijk meerdere mensen achterna gezeten op... Oh, die zal al van Kevin zijn, want er zitten meer dan 10 fouten in. Die zal al van Kevin zijn. Nee, ik ben dat niet. Als je nog niet... Ik doe de eerste. Ik zou gewoon eens een keer stoppen met vals beschuldigen van mij. Misschien is dat dus, ook eens een keer leuk. Dat is Tristan. Die is nog erger, spel ik dus. Nee, waren geen dingen meer. Dus ik moet geen tekens meer. Dus ik moet wel iets anders doen. Oh, oké. Okay. Nee, vooruit. Dan maar vooruit.
Ik pak wel elf vandaag, man. Ik kon het antwoord geven, alleen het verzenden werkt niet. Oh, gewonnen, gek. Ik heb nog helemaal niks gewonnen, ik werd er gewoon vijfde. Nu sta ik denk ik voor zeven of zo. Oeh, Ryan, goed bezig, goed bezig. Ryan staat bovenaan. Ik sta zevende. Ah, ik sta vierde, let's go, dat is echt totaal niet nieuw dit. God, gloeiende gloeitiefes. Oh. Ronde 2, daar gaan we. Oh nee. Oh nee. Wat is het? Zo, jouw lach is echt net gewoon een... Ja. Welke film zouden Jess en Sander kijken? Maat. Die is van Kevin, toch? Maar Kevin, hoe ver kan je tegen een grapje nu? Want jij zegt dat je ook ons wil pesten, dus... Je mag hem gooien. Oké, is goed. Maar jij wilt ons toch pesten, dus prima. Een elektrische terugschok. Maar ik heb er nu eentje voor me staan met, om iemand een moord te plegen en nu gaan er... Ryan, sorry dat ik dit gezegd heb. Ik wil dat vast doen, maar jij hebt mij laatst in een andere YouTube-stream ook een beetje verneukt, dus we krijgen ook echt terug ook. Oh ja, boeien me niet. Morgen is weer je training, hè? Onthoud het. Wel leuk dat ik het onthoud, maar we blijven wel vrienden. Ik wil blijven. Ja, hartstikke. We zijn geen vrienden zolang jij mij op de zand lopen laat. Ja, ik... Ja, maar Tristan laat mij ook op de zand lopen. De jongen doet gewoon niks. Van, jij stuurt namelijk ook niks. Daarom. Jij kan mezelf ook veranderen. Ik stuur met Feyenoord toch stuk toch een wat, joh. Ja, ik stuur het ook dat ik Feyenoord aan het kijken was. Naar jou, Ryan en iemand anders die we niet kennen. Nu voel ik dus spontaan ons speciaal dat ik ook diezelfde Feyenoord snap. Ja, die heb ik gewoon naar heel veel mensen gestuurd, ja. Wat is de overeenkomst tussen Tristan en Chris? Beiden geven graag hoofd, haten allebei Sander en hebben curse op Jess. Ik haat zeker niet op Sander, dus ik weet niet wat... En doe je eerste, ze wil graag hoofd geven. Ja, maar dat beiden geven graag hoofd, maar is het dan aan jongens of aan meiden hoofd geven? Want ja, kijk, er zit wel een groot verschil tussen. 4-2 voor die... Arda Gozer, in ieder geval die reden. Kevin 2 heet in dit geval. 4-2, zeg maar. Maar ik vind het nog steeds raar dat mensen mij vergelijken met Chris. Ja, ik niet. Lijkt dat niet gek. Wel heel lekker. Welke films zouden Sander en Jess samen kijken? Sweet 16 en Down Under with each other? Official Warzone Tutorial, jezus. Die eerste ken ik niet, maar... Nee, maar dat Sweet 16, dat vind ik leuk. Doe de tweede wel. Nou... Yes! Ik heb tenminste nog een stem. 4-3 voor Kevin Veerman. Oh, Kev. Genijd. Onverdiend. Ik heb ook eentje naar Kevin gegooid, maar zij gaat dan weer de party uit. En ik ga er ook eentje krijgen. Wat is het verschil tussen Tristan en Ryan? De ene is een kakkerbogol, de andere niet. Qua leeftijd niet veel. Die tweede, ja. Die tweede. Die is leuk. Die is leuk. Die is wel leuk. Goed zo, Tristan. Zeker Tristan, zelf. Ja, Tristan. Oh ja, mij maakt niet uit. Met 4-1 of 3-1, een van de dat twee. Dat is wel wat erger verwacht. Nee, maar kijk, ik weet niet wat jouw fans is, snap je? Maar ik heb een hoge... Wat krijgt Kevin bij de fans? Qua media vraagt me niet om. Nee. Nee, dit kan echt niet. Waarom stemt niemand? Waarom stemt niemand? Ja, ik zei het net. Ik zei het net tegen Kevin. Ik heb er geen toestemming op gevraagd, maar ik heb ook een grapje. Ik durf te wedden dat ik die win, maar... Oh, hier heeft Kevin 2 niet geantwoord. Hier ligt Ryan over bij zijn sollicitatie. Seks. Leeftijd. Oh. Ja. Maar ik kan die vraag niet eens in beeld. Oh ja, nee, op de laptop inderdaad niet. Klopt, ja. Klopt helemaal. Wat kan je wel zeggen tegen Sander, maar niet tegen Kevin? Mijn vrienden zijn gezond. Oh. Hoe is het om hoog opgeleid te zijn? Nee. Ik snap het nou. Ik zeg niks. Maar nou, dat is rijden waarschijnlijk. Dat is rijden, denk ik. Ik zeg niks. Ja, dus. Ik ben nog zo te wachten om andere mensen te sturen. Oh, Kevin. Ik hou van...
Maar ik vind het echt zielig, maar ook echt heel grappig. Gewonnen! Wie heeft wel eens geprobeerd een moord te plegen? Kevin Braafboer op iedere kijker van Sander, Sander op mijne. Dat tweede klopt inderdaad, de eerste weet ik niet. Maar, Kevin, leef nog. Nee, maar dit was even karma voor de vorige keer. Want Kevin heeft het vorige keer ook een hele erge naar mij gemaakt. Maar dat was het begin dat iedereen het zeg maar echt in weet. Oeh, 5-2 voor Jazz. Goeie overwinning. Was oké. Okay. Sorry. Op welke leeftijd was Sander op maagd? Min 1. Als Sander nou 20 is, weet je wie er dan 18 is? Ja. Oh, nou. Die vind ik leuk, ja. Ja. Hey, dus mijn vraag. Hoppa, 5-2, heerlijk. Kom aan. Lekker zeg. Hoppa, weer de kwiksplash voor Sander zijn neus weggejat. Hala, weer gezorgd. Nou ja, hij een held. Audience zat ook op triste gestemd, dus vandaar. Ik had sowieso een kwiksplash gehad. Wie staat er bovenaan? Ik achter nu. Dat is het liefst. Hij staat zevende. Kevin Drijsma staat nu eerste. Waar sta ik? Oh, ik sta nog 6-4. Nee, ik kom. Ronde 3. Gaan we. Wordlash. Dat betekent dus eigenlijk dat we weer een woord krijgen of een afkorting. Ik denk een woord. Come up with a music group with this word in their name. Nut. Ja, maar je kan echt niks leuks op verzinnen gewoon. Ik heb wel een leuke. Ik ook. Denk ik zo. Ja, maar jongens, ik kan het gewoon heel stil. Ik denk dat we veel dezelfde antwoorden gaan krijgen. Ja, ik denk het wel. Ook. Oké. Oh, daar gaat er van een hoesje. Ja, leuk. Oh, leuk. Oh. Ja, ik heb een kut antwoord, maar hier is het. Is morgen Modern Warfare 2 stream? Morgen ben ik helaas niet live, ik moet overwerken. Of niet overwerken, avonddienst. Gast, tot 7 uur is geen avonddienst. Hou alsjeblieft je bek even 2 seconden van. Ik moet tot 7 uur avonddienst. Oh, even je teringbek. Zo heet het. Ja, morgen ben ik niet live. Je bent echt een ambtenaar, man. En die rouwbanken zijn echt oplichters trouwens, man. Ze gaan de jaarlijkse tarief van zo. Nutcum slut. Wow. Nut yourself before you go. Nut Mr. Nutcuts. These nuts van Sander op kleine kinderen. Jazz with a nut in jazz. I nut on jazz tits. Lick the nut. Bang, gang, leng, hank, piep, hanky plankie. Die van mij, die van hanky plankie. Die van Go-Go krijgt goud. Die van Go-Go vind ik echt geweldig. Die krijgt goud. Hanky plank krijgt zilver. En brons wat gaat ik naar... Eerste, trouwens, Nee. Stond je niet, nee. Ik vond die wel brons geef ik aan. Brons geef ik aan kleine kinderen. Okay, die is die van New Go-Go. Die vond ik echt geweldig. Oh, Kevin Veerman. Die vond ik echt geweldig. Not yourself before you go-go. Oh. Ik heb wel een geniaal zelf. You got Sissoko. Ryan heeft heel veel punten. Echt? Sterk nog, je hebt de meeste punten, ja. Hanky Blanky! Maar is dat genoeg voor plek 1? Dat is de grote vraag. Tuurlijk. Is dat genoeg? Ik ga eindelijk een keer de eerste worden, joh. Ga het zien, tromgeroffel. Nee, je bent tweede geworden, want de nummer 1 is opnieuw Kevin Veerman. Hey Kevin Veerman, jouw hoerenmoeder, gaat niet meer meedoen, zwa. Oké, doe gewoon zelf te spelen. Ik denk niet dat iemand anders moet. Ja, ja, nou ja, in principe zou het natuurlijk leuk zijn als Timo in de plaats kan komen van die ene gozer die eerst Arde heette, daarna Kevin 2 en zo. Alleen ja, die is elke keer zo snel. Maar Timo, zeg maar gozer, of je moet proberen bij de eerste 8 te zitten, of je zit weer in het audience, dus zeg maar. Hij wil een nieuwe stad. Maar misschien zit iemand anders in het audience, dat kan ook nog. Sorry? Ja, het kan ook zijn dat ik nu in het audience zit, dat ik te laat ben. Ja, maar de mensen in de party zeggen de code al eerder aan, hè? De mensen in de streamen zien het later, dus jij zit er sowieso al bij. Want we hebben genoeg mensen in deze party
Of in ieder geval... Maar die geven ze zo snel bij, dat is het iemand uit de party. Ik doe even new players. Dat gewoon even. Dan noem ik gewoon weer de code. Kunnen jullie die code intikken? Dan zijn jullie sowieso eerder dan de mensen die naar de stream kijken. Zeg wanneer je de code gaat opnoemen. Nu. MGVL. Nee, wat, Stefan is de VIP. Dan moet hij weer opnieuw. Hij moet weer opnieuw. Stefan was eerder. Ik moet als eerste... Ik heb de quiz. Hoe kan je nou niet als eerste joinen als fucking... Waarom je bent de fuck... Hoe kan je nou niet eerst joinen en dat je dan of de code zegt? Ben je dom of zo, Oele? Zo snel was ik niet. Tristan, hoezo zeg je... Stop, opnieuw. Nee, ik zei opnieuw, want ik hoorde het niet, omdat iemand echt volledig door het lullen was. Oké, komt ie, BGMH, BGMH, BGMH. Ja, BGMH. Ja. Oké. BGMH. We hebben nu... Kijk, ik ben weer terug met mijn oude naam. Oh god, we hebben nu Timo 2. Jij zegt ook A. BGMH. H. Ik zit er niet in. Ja, Timo 2 zit er nu in. Ja, maar dezegene is zo serieus, ja. Zo triest. Ja, ik weet niet wie het is. Je moet echt even een leven gaan zoeken. Jouw hoeren moet er. Nou, probeer het nog een keer dan. Ja? Nee. Oké, ja, trouwens, ga je moet wel in. Probeer het nog een keer. Het is nu de laatste keer dat ik probeer ook. Dus probeer het zo goed mogelijk te intoneren. Want blijkbaar H en A klinkt dus heel veel hetzelfde blijkbaar. Dus, Nou, schiet op. Ja, de code is nog niet. Dan zeg je Hendrik toch? Dan zeg je Hendrik Pieter Cornelis. N-I-M-C. 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 Niet Minecraft. Nimk. Ja, ik zit erin. Ja, we hebben nu alleen Timo 3. Maar wie zit er nou niet bij dan? Maar als iemand het zo snel al hoort, dan denk dat iemand in de party is degene die het zo leuk aan het doen. Ik ben Sander Lover. Oh. Dus nu zit jij er weer niet in ofzo. Nee, Kevin Veerman. Kevin Veerman zit er niet in. Dit is zo niet grappig. Ja, maar iemand die in deze party moet ik even Stefan uit de party, ja? Mm-hmm. En dan gaan we kijken of hij het is. Ja, maar dan moeten we blijven doorgaan totdat we... Dan blijven iedereen kicken totdat we uiteindelijk weten wie het zou zijn. Dat zijn we heel lang. Of degene zegt het gewoon, want de grap is er gewoon niet. Dus ik vind het op echt totaal niet grappig, namelijk dat iemand elke keer met zo'n dubbele naam, waarbij je hem niet aan kan erkennen, elke keer in die kipless in komt. Ik vind echt wat voor Stefan. Nou ja, laten niet mensen... Ik zou het wel tactisch. Ik snap wel waar het vandaan komt, ja, dat ik weer van hier van beschuldigd word. Ik vind het ook wel soms Stefaniaans, maar ik ben het niet. Ik kan een foto maken van mijn laptop waar één internetbrowser over staat met één tabblad, en dat is Quiplash en de stream. Ik zal de foto gelijk naar ons Sander sturen. Ik kan het ook doen. Sander, je hebt een hele moet iemand in de party zijn, want diegene kan nooit zo snel het al weten. Maar wie dan? Ja, weet je wat het is? Ik kan ook zeggen tegen iedereen, maak een foto. Maar als je je telefoon achter je hebt liggen en je hebt je telefoon daarmee... Ja, je moet wel kunnen kicken ook, trouwens. Ik zou niet weten hoe. Echt niet. Even kijken hoor. Misschien een van die balken dingen. Stefan is inderdaad niet. Klik gewoon op een poppetje. Klik op die Timo 3. Ja, daar kan ik niet op klikken. Nou. Ik kan daar niet op klikken. Oh, dat is jammer. Episodes menu. Ik heb volgens mij vergeten dat ding aan te klikken. Hey, ik kan echt niet iemand klikken of zo. Zo, zonde, maar ja. Heb je niet zo'n code en dat je hem dan goed moet keuren wie erin komen? Ik zou geen idee hebben hoe ik dat doe. Heb ik gezegd. Oh, nou, doe nog een keer, dan zijn we sneller dan Timo 3. Ja, dan kunnen we blijven wel bezig, denk ik. Want ik heb zo'n vermoeden dat het toch iemand is. Mijn wifi is naar de tering, jongens. Ja, maar ik kan het niet naar de stream uitzoeken, Timo. Ik kan nergens zien van waar dit vandaan komt of zo. Joh, ga gewoon verder. Ga gewoon. Dan gaan we het inderdaad maar doen. Sorry, Kevin Veerman. Jij moet dan even een ronde overslaan. Gaan we. Kan die niet winnen? We zullen laatst even naar mijn plekje wel hebben. Oh, Timo stopt ook na deze ronde, dus dan kan sowieso iemand zijn plek overnemen. Ach, meer dan genoeg plekken dan voor alle mensen. Pardon. Nu stel je wat zo triest om het een beetje van anderen te lopen bederven.
niet. Ja, het kan iedereen zijn. Ik zou niet weten. Heel veel mensen zouden heel triest kunnen zijn om dit te doen. Dus ja, het kan iedereen zijn. Oh, weer dezelfde vraag. Nou ja, ja net zoals bij Anton, niet heel erg goed, niet echt in goede handen, hoe heet het? Niet echt goed bevallen, laat ik het zo zeggen. Ja, maar nee, deze grap ga ik maar niet maken. Ik heb geen idee, dat is niet. Ja, ik heb weer een grap gemaakt waarvan ik weet dat ik hem weer terug ga krijgen uiteindelijk. Ja, ik wil deze grap wel maken, maar ik denk dat ik dat... Ja, nee, dat is gewoon niet handig. Nee, oké, ik doe dat niet. Bro, what the fuck, man? What the fuck, bro? Een doekoe maken en dat is al jaren zo. Het was radicaal en het was fase ook. Ik vond het DLA of in je kast of zijn je fase ook. Het zit in mijn bloed, Bruce, is mijn vader ook. Ik weet niet eens van aandacht praten, oordelen maakt me zo. Ik wil een range voor mijn vrouw, koop ik een cabrio en dan gaat het dak eraf zoals bij mijn laatste show. Ja, drinkt de mama Bob maar niet controle en we stopten niet. Geel is merk nu en dat vind je merkwaardig. Je hield nooit van werk, Prada, maar dit rapper werkt aardig. Nu heb ik zwaar stappen, want er geen Timberlands. Nog steeds die Nike's aan als ik terug naar binnen ren met Reddits waren ontslagen. Ja, Stefan. Alsof ik een kikker ben, de game is uitgespeeld. Ik wil de vraag gaan voorlezen. De game. Gaat sowieso bij de fiets komen. Wat krijgt Kevin bij de fantasy? Nee. Nou, oh my God. Gaan we weer. Ik ben diegene van 3K, zeg ik alvast. Ik ben die van 3K, dat ben ik, zeg ik nu al. Ik ben niet... Ah, Ryan. Ryan. Ja, je hebt 3-1 gewonnen. Yes, come on. Ik moet ze laten stemmen. Ben jij er nog? Ja, hij zit erin, ja. Ik heb echt een grap, maar die kan ik echt niet maken. Waarom zou Sander opgepakt worden? Ik in een kantoortje als hacker van Grindr, omdat hij een mogol is en meisjes dood. Ik denk dat hij van Timo 3 is. Dat heb ik gewoon veel gevoel. Ik doe al die eerste. Wat een kut humor. Tristes. Oh, hij heeft het zelf. Ach, Kevin, wat een liefde. Wat een liefde, Kevin, wat een liefde. Dat hij een mogoortje is en meisjes neemt. Aha. Leuk. Wat zou Sander doen als hij op een feest is? Als een paling over de dansvloer glibberen, stil zijn en geen chicks aan de deur spreken. Dat tweede klopt. Maar die eerste vind ik leuker. Die eerste vind ik leuker. Ja, als een paling. Ja, Sander, als jij een meisje aanspreekt in de trein, weten we allemaal wat er gebeurt, hoor. Metro was het. Wat was dat toen gebeurd, Sander? Niet veel. Oh, het is uiteraard die Timo 3. Wat vertel eens, dan ben ik benieuwd. Er is weinig gebeurd. Er heeft oprecht helemaal niks gebeurd. Dat is het letterlijk het hele verhaal. Ja. Zij heeft het aan en er werd gewoon niks teruggezegd. Nee, ik durf er niks te zeggen. Als Sander hij wordt ontslagen, zou dat zijn omdat hij te veel met zijn smegma rondslingert. Hij constant belt met Jess. constant. Ja. Wel, ja. Jawel, jawel. Nou, vooruit. Zo heb je ook op het werk. Nee. Oh, het is Jess zelf. Oeh, maar toch 4-3 voor Timo. Toch 4-3 voor Timo. Sander. Ja? Ik heb er één vraag op neer. Ik wist echt niks meer, want ik had een hele slechte grap. Nou, een leuk, nou, te erge grap, dus ik heb het maar niet gedaan. Maar daarom staat het nu wel dat ik heb gepest, want ik wist echt niks leuks meer. Waarom gaat Sanne niet naar Alkmaar? Wat dan? No, ik vind het wel van Alberto, want ik vind Alberto wel een legend. Ben ik helemaal met je eens. Kom op. Yes! Hoppa, 4-3. Hoppa, lekker hekken. Sander. Heb jij Alberto Stegeman gesproken erover? Nou, Alberto zit op een steltoets, jongen. Die ligt me altijd even in. Maar de humor is niet eens leuk, want... Ah, dat vind ik wel leuk. Het is alsof we om eentje echt hard kunnen lachen. Wie wordt als eerste verkracht? Sander in Warschau, die iemand met een auto. Onze oren als Stefan Reets bij Warschau. Die klopt. Die tweede klopt, ja. Die eerste trouwens ook. Ja. Ja, nou ik... dat is Stefan zelf. Oeh, 4-2 voor Stefan. 4-2 voor Stefan. Homo's. Ik praat in de derde persoon over mijzelf.
Op naar de Kevin volgende. Is gewoon aan het stemmen. Ja, hier, deze wie slaat er zonder kleren? Ja, maar grap is erg. Ik pas. Sander zijn moeder bij mij in bed. Jezus. Ja. Ik wilde grappen opnoemen die ik in gedacht had, maar dat heb ik nog niet meer. Omdat ik hem net nou, vertel dan. Vertel zeg het dan. Als ik het nu vertel, is het helemaal niet meer leuk. Nou, nee. Ja, wel. Nou, vertel hem. Zeg het. Ik vind hem zo leuk dat ik gewoon jou die stem gaf. Ik weet gewoon wat het was. Ik wil nog vrienden blijven met bepaalde mensen. Vertel nou gewoon. Ja, dan gaan we weer naar de volgende. Dus ik kan een grap nu vertellen, maar dan ga ik echt gewoon de gevangenis in. Wat zeg je tegen Tristan als hij een Kill Martin Warriors wordt? Ik ben zo kaka slecht, dat is nieuw. Jullie zijn echt allemaal echt vaak in herhaling, hè? En als iedereen zijn antwoord voor Jesse. Nog één vraag kan normaal. Eén van deze antwoorden. Wie heeft die eerste nou weer gedaan? Uiteraard, ik Kevin die weer aan het schelden. En wie is de tweede? Dat is Jess. Jess, jij kan echt niks zeggen. Je hebt 3 kills gemaakt in de hele fucking tijd dat je hier bij Sander bent geweest. Ja, maar zo, ik zeg ook zo. Niet dat ik geen kills maak. Ik zo. Ben daar even voor gezelligheid. Okay. En verder doe ik ook allemaal mee. Gisteren gaat gelijk al in. Ik zou niks zeggen. Maar tussen, wat wou je dan net zeggen over een grap te erg is? Maar het gaat niet over jou. Het gaat niet over jou, Kevin. Maar... Ja, zeg het dan gewoon. Nee. Je kan het nu zeggen, je kan het nu zeggen. Nu is de kans. Wees geen pussy en zeg het gewoon, Jezus. Kevin, uit je bek. Ik irriteer me ook altijd de tyfus eraan. Tristan, zeg als je het de, als je er de hele tijd zo over zit te praten, dan willen juist mensen nee, het weten. Dus zeg ik, het dan ik gewoon. Ik ben al over gestopt. Ik was al over gestopt. Jij komt er bezig. Zeg het gewoon. Ja, oké, okay, het is misschien toch wel over jou. Zeg maar. Ik wilde, zeg wel. Ja, ik wil zeggen dat als die vriend van jou was overleden. Nee. Oh, shit. Maar Kevin gaat ook echt helemaal gelijk worden. Dat is lukken. Maar Kevin, het is toch goed dat ik het niet gezegd heb? Jullie dwingen mij nu om dit te doen. Nou ja, als dat je grap is, had je hem niet moeten zeggen. Word ik toch ook niet gedaan, Kevin? Dat is een verstandige keuze. Oh, weer even, Adam. Zo. Oké, maar ik wacht een beetje op de comeback van Kevin. Ah, dan had jij die ook al lang moeten kijken. Wat? Dan had jij die ook al lang moeten krijgen, want jij hebt ook 3 grappen gemaakt over die vriend. Ja, boeien. Zie maar, boeien. Ik zeg ook niet dat de grap ergens is. Ik vertel hem gewoon, want ja, Kevin wordt toch al boos, maar dat boeit mij ook niet. Ik heb deze ook al eerder gehad, dus ik ga hetzelfde antwoord gewoon doen. Nee, antwoord. Ja, Kevin heeft de eerste keer mij ook echt flink gepakt met die quizflash. Quizflash. Ja, dat ja. Het is wel echt een kutspel, maar... Ook gewoon omdat de humor te slecht is. Nou, je humor moet je zelf doen, hè. Oké, je geeft gewoon een serieus antwoord op, want ik kan niet echt een grappig antwoord verzinnen. Toch een serieus antwoord. Ik heb ook gewoon 1 keer heel eerlijk dat ik heel eerlijk ben geweest, gewoon. Waarschijnlijk is dat hetzelfde, ja. Dat ik even had moest laten spreken. Wie lijkt er heel erg op Eva Adams? Nee. Sander die neut ook zo... Waarom? Waarom? Maar ik snap hem echt niet. Nee, ik vind het echt wat is de grap van mij met 16 dan? Geen idee, ik wist niks. Kevin, maar... Nee, ik was het. Kevin is die andere van Sander die neukt, maar... Maar wat wel, is er leuk hey, dan... Wel een quiplash. Ja, wel een quiplash. Ja, ik snap hem niet. Ik vind hem ook niet zo leuk. Ik zat met de gedachte, waarschijnlijk als je wel 16 bent, dan heb je waarschijnlijk even een grote sporttitel of zo, weet ik, zoiets. Ah, ja. Ah, ik vond het wel leuk. Hé, weer even, Adams. Oh, Rijn heeft niet geantwoord, dus Trist heeft gewonnen. Niemand smash. Nou, dat is een makkelijke quiplash. Ja, ik ben namelijk ook gewoon gestopt, want ik vind gewoon, de humor is gewoon... Ja, het invloed. Puntje kan niet slapen zonder. Sander zijn vibraten op de hoogste stand. Sander even Adams pornoverslaving. Wat zei je, Sander? Wat zei ik? Je maakt een ommerking. Ja, ik zei, jij had invloed op de quiz, dat zei ik. Dus je hebt zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe grappig sommige dingen zijn. Ja, maar liefst 3 vragen. Ja, nou ja, dat is je eigen schuld. Dat is niet mijn probleem. Echt je eigen schuld. Waarom laat je niet voor mij naar gegaan, Sander? Wat zeg je? De maat omdat je niet voor mij naar mij gegaan. Oh. Welke show heeft Kevin? Kontje bonken, gonorroe en trigo... Wat is dat? Trigomonas? Wat is dat? Ik denk dat die eerste niet echt snapte wat een soa was.
Wat is trichomonas? Oh, dat is echt een SOA. Dat is vocht, dat vocht uit je dingetje komt. Ah, die al is verneukt, mijn jongen. Vocht uit de vagina, het gaat er anders uitzien of het gaat anders ruiken. Godverdomme. What the fuck. Volgende. Fuck, Mary, kill. Jess, mij, de Sander. Mary, Sander, fuck, Sander, kill niet Sander. Ah. Dat moet Stefan zijn, denk ik. Nee, ik heb ook zo'n gelijksoortige vraag, maar daar ben ik veel eerlijker over. Wie wil er met trouwen? Ah, Tristan. Love, Tristan. Jou, ja, ik ben die andere, maar... Waarom wil je jezelf fucken? Het is toch een gelijkspel geworden. Pand. Rijn heeft niet geantwoord, dus Kevin heeft gewonnen. Die zegt ook pand. Wat wow. Een kutvraag. Het is de bedoeling dat je erop rijmt, Kevin. Het is niet de bedoeling dat je het herhaalt. Pand. Er ligt hier geen stand. Volgende. Deze twee zouden met elkaar incest hebben. Sander en zijn dode rat. Sander en zijn botervette vuistje. Wat de fuck? Jullie tweede wel. Maar waarom een dode rat? Waarom? Wat is dat voor stomme opmerking? Oh, dat was Timo 3. Oh. En Timo heeft de kiplash. Timo heeft de kiplash. Heel goed. Die andere is die Arda Guy. Nou ja, wie dat is, geen idee. Arda Guy is echt niet grappig. Arda Guy moet dood. Nee, wat? Die Arda Guy heeft wel even die klein gemaakt door de avond, man. Hij begon erg goed, maar het is nu echt gewoon alleen maar slechter aan het worden. Yep. Ja. Fuck Mario Kill, Sander, Jess, Varda. Fuck Jess, Becky, Jess. Ik hou zo van Jess. Kut, vraag voor een quiplash. Oh. Ik doe de eerste, want de tweede is gewoon negatief. Ja, sorry, dat was ik, maar ik vind het echt een kutvraag voor een quiplash. Maar wie gaat zo godverdomme film van mij dan? Dat ga je zo zien. Oh, als het Sander is, ga ik zo hard lachen. Okay, en heeft Jess nog gewonnen ook? Oh, lamde jou, Stefan. Heeft Jess nog gewonnen ook? Ik zag deze vraag en ik moest gewoon even eerlijk zijn. Gewoon al die streams is dit gewoon de conclusie van mij. Dankjewel, Tijger. Ik wacht nog even 3 jaar, dat wel, maar voor de rest. Jij ook al, ik ben helemaal wachtlijst. Wachtlijst. Mag ik wel vol drinken bij Sander dan? Oh. Ja hoor. Dankjewel. Timo zat hier in ieder geval op 1. Die kan toch niet. Ik heb wel even gescreenshot, die ga ik inlijsten, ja? Begrijpelijk. Gaan we naar de laatste. Oh, niet op het politiekantoor. Ja, ja, zeg waar deze afkorting voor staat. RMC. Maar je kan het toch ook niet lezen, precies. Jezus, wat een kut. Oké, ik heb een goede, maar ik moet even... Rijden met chromosomen. Ja, dat wilde ik dus oprecht doen. Waarom zeg je dit nou weer hardop? Rijden maakt... Weet niet. Er 100% dat bij elke Rijen er bijna in komt. Bij die van Sander, ja. 100%. Rijen maakt... Die van mij ook. Het is gewoon lekker makkelijk. Nou, ik doe dit maar niet grappig. Ik heb echt spijt voor alles. Ik heb nu echt 10 keer iets leukers gedaan. Nou, ik vind de eerste quipless vond ik inderdaad grappiger. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat Ryan gewoon. Molesteert children. Ja, maar die vragen werden toch wel een beetje harder. Nu zijn de antwoorden harder, toen waren de vragen harder. Ja, dus we moeten weer persoonlijker gaan worden. Ryan Maxente, rioolmedewerker Charlo's, nieuw werk, Sander. Sander houdt van R rimmen in meiden chlamydia. Rijke miljonair die cancer heeft. Sander, oh. Rim mijn klit, nou, Ryan maakt cum. Nou, dit is een heel slap antwoord eigenlijk. Maar hou niet zo'n beetje ook. Nou. Ik doe Charlo's medewerker goud. Dankjewel, Sander. Zilver geef ik aan die rijke miljonair. Hé, maar mag je niet hierheen, maar kun je even derde, kom op, hé. Ik verdien dat. Vooruit, Ryan maakt cum. Oh nee, ben te laat met antwoorden, helaas. Jess, stuur een foto naar waar ik maak zeker 3 liter cum. Nou. Ik heb ook gewoon alleen maar goud. Kevin heeft heel veel punten. De mensen die mij goud geven. Kevin heeft heel veel punten, zo te zien. Nou, dat meen je me niet. Ryan, je hebt echt veel punten, man. Ryan heeft niet geantwoord.
Nee, dat meen je niet. Nee. Maar wie heeft er nog gewonnen? De eindstand gaan we nu zien. De winnaar is geworden. Ja, ik ben het. Hoppatee. Lekker zeg. Nou, dat beschrijft wel hoe kut de quiz is. Kom aan. Nou, als Sander de grappigste is, dan zijn we allemaal niet echt on a stroke, weet je wel. Nee, wat zeg je nou? Hoeveel vragen waren dit voor Sander? Sorry? Hoeveel vragen waren dit keer? Nou ja, we hebben er weer 64 gemaakt, maar ja, ze komen, sommige zie je, die komen gewoon dubbel en ze komen niet allemaal aan bod. Maar ja, ik heb het niet in de hand wanneer welke vraag komt. Dus je kan misschien eindeloos blijven spelen. Sander, wat we dus voortaan moeten doen is, stel je voor je krijgt er 4 per ronde, nou dan heb je dus 8 per ding. Maak je er telkens maar eentje met 8 en dan start je steeds weer nieuwe episodes, zodat je niet herhalende vragen hebt. Ja, oké, dat zou ook kunnen, ja. Dat is wel een goeie voor de volgende keer. Mm-hmm. Wat zullen we gaan doen? Nog een keer. Maar dan die oude. Doe die oude. Oh ja. Dat is een goeie. Die we voor Feyenoord hadden gemaakt. Ja. Daar zitten... Sommige zijn nog wel dubbel. Dan die zitten ook weer in deze. Maar heel veel zijn dan weer anders. Dus dat vind ik wel een goeie. Okay. En we hebben nieuwe players. Ik zal even doen. Want ik moet de episode wisselen. Sander weer gewonnen. Gouden. Nou... Ja, Sander is een scam artist. DDIW. 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 Dubbel DDIW. Van W. Dus, Sander Lover geeft me ook weer geen geluk. Gratis. GRATS. We hebben nu mezelf, Stefan, Tristan, Jess, Kevin. Kevin Licht en Black. Oh, andersom is dat kelp. Nou, ik weet niet wat kelp is. Dus... Kelp. Even kijken, dan moet ik nu wie andere heeft die stream zo hard aanstaan? Ja, ik hoor het inderdaad. Nou, we zijn er met zevenen. Dus denk dat wel... ja, dat is al maximaal nu, denk ik. Dat was het moment dat ik naar voren zit om me te concentreren op een FIFA-potje en mijn iPad daar staat met Sander zijn stream. Aha. We gaan gewoon lekker beginnen. Let's go! Dit is dus de quiz die we voor Feyenoord hebben gemaakt. Hier zitten sommige vragen nog een keer in. We hebben weer maar 5 likes, terwijl er 7 man in het ding zitten. Sterk nog wel 10 likes zien. Ik zie er al 6 trouwens, nu 7 zelfs. Sterk nog wel net 15 kijkers, dus hoe we dan zo weinig likes hebben is helemaal een raadsel. En er nu nog 10 overigens. Let's go! Je hebt wel gelijk eigenlijk. Ja, zeker. Ik was de tweede like. Trekt het gelijk in twijfel. Oh, deze is alweer dubbele. Ja. Hoppa, Forlan met zijn hat-trick deze wedstrijd. Sander, misschien heb ik hem te vroeg beoordeeld dat hij slecht is. Ah. Ik heb 2 keer een vraag dat ik iets moet rijmen. Ja, sorry. Dat is dan het volg even dubbelen. Ja, ik kan niet alles aan, kan ik niet voorkomen, zeg maar. Maar gewoon 2 woorden en daar kan je echt niks leuks op rijmen, denk ik. Denk ik. Gezondheid. Godverdomme. Hey, Kevin. Nee? Oké, dan. Hoi, Jess. Hoi. He's back. Ja. Eel. Ryan, kijk dadelijk snap is. Ja, is goed. Ga je weer geen zin lopen doen? Nee, het is echt niet. Nou, ja. Je kan dadelijk gewoon zeggen wat het is. Ik heb het niet uit. Kut, ik raak uit de tijd, kut. Oh, hier. Nou, heb Sander een beetje doorknippen. Oh ja, ik kom eraan. Ja, ik zit Sander, je verspilt onze tijd. Het is een item. Ah, kut, ik ga dit verliezen. Hé, hey, Kevin, wacht dan even. Ik ga het doen. Deze heb ik echt slecht gespeeld deze ronde. Maar ik heb echt een hele stomme, ik vind het echt niet leuk. Als Sander een dier zou zijn, zou hij een natte verzopen waspin zijn, dikke vette blobvis. Hij is helemaal niet dik. Ik ben eerder tegenovergestelde. Ik doe wel wasbeer. Welkom in de chat, Luc. Hallo.
Oh, die Blobvis is van Black. Hey, Luc, welkom, man. Oeh, 2-2 tussen Jess en Black. Ik vind het niet leuk. Je naam zou maar Black zijn. Shut up. Ja, dat ben je raden. Wat vindt Tristan vies? Een dikke lul van Sander is een mond. De trigomonas bij Evelien. God. Ja, maar kijk, de link tussen Evelien en Tristan is heel moeilijk. Ja, ze zijn uitgelegd. Ik doe toch een dikke lul. Toch een dikke lul. Ja, ik ook. Kan leuk. Oeh, 3-2 voor Kevin. De trigomonas bij Evelien, jezus. Arme Evelien, kijk niet eens. Is het al smerig genoeg? Hoe? Je moeder is een gladiator, zo noem je Sander zijn moeder. Ze rijmen allebei niet. Ze rijmen allebei niet, ik weiger te stemmen. Nee, gladiator, hoer, dat snap ik op zich wel, die link. Dus ik stem ook niet inderdaad, ze rijmen allebei niet, sorry. Ja, ik stem op gladiator, dus... Als hij nu van Black is, dan wordt het Tristan met 2-1. Ja, maar ik heb weer zo meteen zo'n stomme rij van kwark, kwark, kwark. Nee, die had ik ook, ja, maar daar heb ik ook een kut antwoord op. Zo'n beetje met een vark. Wat? Ja, ik vond dat rijmen, dat moet je niet meer doen, San. Pand, pand, pand. San heeft Jess in zijn trauma aangerand. Ja, die andere is van mij, maar ik vind die andere veel leuker. Dus ja, als ik kon stemmen, had ik het al gedaan. Ik heb die andere. Ik heb die van mij. Die van Sander heeft het zoals het. Ik wist niks, dus aangerand. Ja, die vond ik wel leuk, sorry. Next one. Dit hoef ik niet meer te zien op LokiFNL. Jaarlijks een local gang Circle Jerk. Sander die probeert Jess te fixen. Het lukt niet. Nee, dat klopt. Dat lukt inderdaad niet, nee. Dat zou ik best wel graag willen zien, maar ik vind het wel leuk. Een cirkel? Of zou dat we gaan aftrekken in een cirkel of zo? Zoiets. Ja, dat iedereen bij de verenigde avond vasthoudt. Dan heb ik echt naast Jess te zitten. Oh, dat is weer die Black die dat heeft gedaan. Maar Kevin Black, heeft 3-2 overwinning. Black Kevin 3 heeft. Die guy is echt weer on fire. Ja, Sander, probeer je dan? Probeer je mij te fixen? Nee. Nee, niet durven. Nee. De meeste dromen zijn bedrog, behalve Stefan en Sander die in 3 jaar voor Jess strijden. Poep met Pelsta trog. Fuck? Dat zijn een beetje de nazi's van Jordi Storm. Poep met Pelsta trog? What the fuck? Ja, Quiplash voor Stefan, uiteraard. Die andere staat er helemaal nergens op. Nee, Stefan wil met je vechten in Rotterdam. Sander, ik ben concurrentie voor je. Ik heb mijn V4 volledig gericht naar Jess. Dus kom maar 1v1 vechten. Wie over 3 jaar dat nou, dan moeten we met z'n drieën. Waarschijnlijk win ik toch wel. Dan neem ik of een wapen je mee. Waarom wil jij ook vechten dan? Kwark, kwark, kwark. Dat is leuk toch? Narkimaanse Downies. Serieus, Tristan. Bro, dit zijn echt niet leuk, die rijmdingen. Daar kan je niet op voldoen. Ik heb niet genoeg woordenschat daarvoor, man. Vocabulair. Woordenschat heb je al in groep 3 krijg ja, ik dat nee, al. Ja, nee, I know, maar ik kan niks leuks vinden op kwaad. Ja, daar zit jij nu nog in, dat is ook. Nee, geintje. Dat is wel mooi, dat zal weer lang. Zeker in de tweede, of niet? Nee. Eerste. Nee, ding. Nee, Tristan heeft het tegen. Ja, waar zit je eigenlijk? Oh, ik zit in de tweede, ja. Echt? Oeh, ik zei eerst, gedeeltelijk met Stefan, zo te zien. Als ik over... Sander, eerst hou eens handje vast. In de tweede. Ja. Oh, ik wou zeggen. Ben je net zo triest als Nick de Leeuw, en dat wil je echt niet zijn. Die jongen die is echt gewoon zielig. Die schijt gewoon in zijn broek wanneer hij 12 jaar is. Dit is ook zo vooral te liggen. Ik kan me janken. 83ste minuut, Kevin. Yo. Nou, dankjewel, Luc. Wordt gewaardeerd. Lote. Oh, daar gaat zijn MAP. Mag je nou eng, joh? Je kan hem niet. Ja. Ik vind. Soms vind ik mezelf zo grappig, maar. Ja. Dat daarom dat mijn antwoord dadelijk bevestigd wordt hier, hoor. Nou, ik kom eigenlijk altijd een lach. Oh. Ah, of ik word geblokkeerd dadelijk, dus veel plezier, alle. Bedankt voor de leuke tijd.
Nou, ligt trouw wat je zegt. Ah, dit gaat ver. Nee, grapje, dit is niet ver. De eerste. Dit mis ik op Loki van Nel. Distrek, Sander die Jess neut en daarna vermoord. Jezus. Wat hard, man. Ik doe de eerste wel, Distrek. Het andere is wel heel hard. Dat is wel heel... ik heb geen intentie om... Jess te vermoorden. Jezus. Kevin, doe eens normaal, jongen, met die antwoorden van jou. God. Jezus, ja, man. We nog wat verder gaan, kunnen eigenlijk zeggen dan dat we hem echt volledig hebben uitgezonden, niet van zijn bos, maar best diep zit. Ja, ook eens agressief met Jess vermoorden, what the fuck. Ja, maar dan wil je best gewoon graag dood hebben, man. Wie heeft er geen interesse in meisjes? Sander, maar zoekt het bij de jongens. Gordon. Ja, Gordon, ja, het, ja, ja. Gordon. Gordon, ja, ik bedoel Gordon. Ik wil je niet dood hebben, hoor, Jess. Oké. Okay. Oeh, Kevin Licht heeft niet, met 3-2 gewonnen. Behalve als je Sander boven mij verkiest. Wat? Stefan, flikker nou op. Behalve als je Sander boven mij verkiest over 3 jaar. Oké. Nee, goed om te weten. Wie gaat als eerste de pagina bewerken? Wat ligt er onder het bed van Kevin? Psycho-liga. Dit kan echt zo niet, jongens. Ja, kijk, ja, ja, monitor uit en dan ga ik kijken wie het is. Deze grappen worden echt nooit oud. Weet je wat nog meer niet oud wordt? Morgen gelijk spel ook! Morgen gelijk spel ook! Morgen gelijk spel ook! Ja. Wat is Chris zijn plan B als hij niet mee mag doen? Het was zo: Tristan pijpen, Minecraft spelen en een pik zuigen. Oké, open hem. Tot al bij je wel. Oké, nee, cool. Ja, dus oh. Is hij open? Ja, ah, leuk, Sander. Leuk, Sander. Leuk. Dat waarschijnlijk op jezelf omdat je deze grap maakte. Ik zou er 2 doen. Doe ja, dit weer. Volgende. Een fan van Loki van Nel. Iedereen met een groot persoonpje te veel. Alle toekomstige financiële adviseurs. Die is van Stefan. Die is 100% van Stefan, die tweede. 100%. Ik doe dus de eerste. Een functioneel beheerder. Flikker op als je het weer niet weet. Tegen joch. Kevin, echt zo naar jou, man. Geen hand. Echt mooi bestemmen op, over de grapjes van je collega's. Het was dus omdat ik een grap maakte daarover. Dat was de eerste keer dat Sander boos was. En dat is de laatste keer geweest, volgens mij. Volgende. Oh. Dit zou een goede TikTok-naam zijn voor Sander. X, Lega, Legalize Pedophilia 69, Free Bitches Link in Bio. Ik vind ze allebei wel leuk, maar ik doe de eerste. Sander, ja, echt, ja, Biesje NSB'er. Ik heb al heel op jou gestemd. En dan... Ja, je hebt al één stem ook, je hebt maar alleen een stem van Black. Lekker ja. Voor tenminste gevoel van humor. Ik stem op Arda Mablijven. Black Lives Matter. No. Nee. It's a mess, mess, mess. Ik steek je stamboom met een mes. Sander is verliefd op Jess. Hey. Dat is zeker deze vraag. Laten we zeggen, Kevin, want anders gaat heel lang duren. Dat je bij D en G ongeveer moet gaan beginnen met zoeken. Oh, Jess zelf ook. Maar daar zit hij tussen ook, dus. Dat weet ik niet. Sander, heb jij nog gewoon gestemd op mij? Ja, natuurlijk. Oh, heb je wat uit te leggen? Nee hoor. Oh, ik ga niet op jou stemmen. Ik ga niet meer op jou stemmen. Dit is hier echt een kansvest. Ook al is het jou misschien echt 100 keer leuker. Oeh, 102 tussenstand. Jess staat bovenaan. Wat? Ja. Dat is de laatste. Laatste! Je mist ding nog. De laatste. Ik moet nu wel echt een hele leuke verzinnen. Finland heb ik gehad. We moeten weer een strip afmaken. Dan kan je naar C. Maar het was zeg maar meer zo dat je de meeste... I forgot. Why are we protesting again? Of dan waarom zijn we opnieuw aan het protesteren? Nou, ga kijken, maat. Is het Bulgarije? Hoe duur was de pack eigenlijk? Weet ik niet. Oh, ja, maar ik weet niet. Ik weet niet, zeg maar hoe... Ja, dit gaat het kon niet. Ik heb echt zo'n slechte grap weer. Ik ben echt duur. Yeah. Ja, het kan. Het is niet de allerslechtste, maar... Laat ik je team eens zien? Heb je geen FIFA muziek aanstaan? Nee, dit is een tweede team ook. Ik heb puur voor hem te voltooien.
Was je één team dan, hadden je team? Maar die moet ik nog maken. Even kijken. Een soort misbruik door priesters. Make it for legal. Voor Sander dat hij kan neuken. Nou. Nou. Willen seks. Wat kan. Pedofilia. SJ. Hashtag SJ. Hashtag Sander. Ja, prima. Mag ik de F en double de betekenis geven? Wat? Mag ik de F daar een dubbele betekenis geven? Ja. Oké, dan krijg je het zilver van me. Hé, hey, Mata, ik ga even naar, naar Larsman, die heeft de eikenpack staan. Ik ga even kijken. Is goed. Hey, yo. Ik ga even in de stream kijken. Yo. Yo, yo, is goed. Laten we even kijken. Oh, ik heb echt... Yo, iedereen geeft mij zilver, broer. Oh. En niemand goud, wat doet dit? Niemand geeft mij... Oké, okay, ja, goud. Nee, ik heb echt fucking veel goud. Ik heb jou goud gegeven. Ik had goud gegeven aan Tristan. Mee, ik had Jess, want ik ben het volledig mee eens. Wanneer je helemaal niks hebt. Als ik laatste word, dan ga ik echt boos worden. Ik stond laatste namelijk. Als ik tweede word of zo, dan ben ik nog happy, maar... Nou, Tess, je staat geen laatste, je bent 50 eindigde. Nummer 1 is Stefan. Wat is dit? Net iets boven mij. Net iets boven mij. Nou, dit was wel mijn laatste ronde, man. Voor mij ook. Ja, laten we er gewoon lekker mee stoppen. Het is inderdaad mooi geweest op deze manier. Lijkt me een goeie. Mooi. Doei. Doei. Oké. Okay. Wel snel. Even kijken. Zag ik nou trouwens gisteren Karin met kijkers inderdaad. Ja, dat vijfde spul, dat klopt. Twee ronden, hoppatee. Nog bij Bokkelavond later, Stef. Ik moet werken. Ik werk zaterdag. Ja, sowieso. Oh, nou, ga dan maar weer, Stefan. Het begint nog niet. Het begint nog niet. Oh. Alright, nou, het lijkt me ook een goed moment om... Dan zie ik jullie... ja, ga ja, maar, ja. Maar morgen ga ik overwerken, denk ik. En daarna weer 3 dagen in Utrecht, dus je weet wel weer hoe lang het kan duren voordat ik weer een eerste keer meedoe. Ik herken het, ik heb avond niet zeker ken het. En vrijdag is mijn avond voor Ajax. Nou, dat niet, maar wel voor iemand die fan van de club is. Je avond voor Ajax? Ga je naar Ajax toe? Nou, dat gelukkig niet. Maar je zegt toch Ajax, zeg je toch? Ja, Sander. Heb jij wel goed opgelet de afgelopen dagen? Nee, wat is er dan? Waarom zeg je het zo geheimzinnig? Moet Ajax zeggen PSV of zo? Nee. Wat is het dan met Ajax dan? Ajax ziet. Ben je nou nog steeds live? Ja, nu nog wel, maar we gaan zo afronden. Ja, oké. Okay. Nou ja, Ajax moet tegen Vitesse. Wat bedoelde je dan, Stefan? Heb jij de afgelopen dagen onder een steen gelegen, Sander? Wie was er nou voor Ajax? Wie was er nou voor Ajax? Of is er dan nog steeds voor? Ik heb echt geen idee. Torsten niet, Luc niet, jij niet, Nelson niet, ik niet, Jeroen niet. Gast, kijk even het 5 of 6 naar raafste bericht dat ik jou privé op WhatsApp heb gestuurd. Die foto. Dat zie je dit als zeg maar het ene Het deed maar. Ik weet het niet of ik het ga doen, maar het is wel gepland. Je weet nog niet of het gaat doen, hoezo? Ik ben 3 dagen lang genegeerd. En toen zei ze, oké, is goed. Ik dacht zo van, what the fuck. Ah, ze had al 3 dagen genegeerd worden, is dat niet zo heel best, nee. Ik zal je even... Stuur maar, ja. Is goed. Heb je daar een screenshot van, of niet? Stefan Strijden, eens. Nou goed, mensen, ik ga je van nu wel lekker de stream stoppen. Ik wil allemaal bedankt voor het kijken. Vergeet niet geen duim achter te laten als je nog niet hebt gedaan. Abonneer zeker op mijn kanaal. Morgenavond dus helaas geen livestream. Jammer, avonddienst moet helaas ook gebeuren. Dinsdag weer wel een nieuwe livestream. Ik hoop jullie dan weer te zien. Voor nu fijne avond en tot dinsdag. Later.